goedenavond. We staan hier in Bredevoort voor de Sint-Joriskerk. En daar is vanavond een concert van het Byzantijns Kozakkenkoor uit Enschede. En naast mij staat Hans Huiskes, de voorzitter van dit eminent gezelschap. Jullie gaan vanavond een concert geven in de Russische sfeer. Ja, het is helemaal Russisch. Dus we beginnen met het Byzantijnse gedeelte, zeg maar, de geloofsgezangen. En dan kort voor de pauze stappen we over naar de profane muziek en de, zeg maar, de Russische volksmuziek. Ik noem het dus Slavisch Orthodox en dan heb je dus de hele regio te pakken, zoals wel Bulgarije en Oekraïne. En, want het zijn dus allemaal verschillende melodieën op dezelfde teksten. Wij hebben namelijk één lied in ons programma zitten wat van Poolse origine is. Dus vandaar, maar u hebt gelijk, het is Byzantijns. Het is net als het katholieke, zeg maar, dat je zegt van, het is echt wereldwijd. En dat is het Byzantijnse, maar dan richting het oosten. Griekenland komt het oorspronkelijk weg, hè? Ja, ik dacht eigenlijk van 1096, van de schisma van de Rooms-Katholieke Kerk met de Oosterse Kerk. Ja, oké, maar het is inderdaad de Oosterse Kerk. En dan heb je ook nog de Griekse Orthodoxe Kerken die daar nauw aan verwant zijn. Ja, dat is waar. Dat klopt. Alleen de muziek is een heel stuk anders. Ja, dat klopt. Dat klopt. En het kost ook heel veel tijd om het in te studeren. Wij proberen wat liederen daarvan mee te pikken. En dat lukt aardig. Van het Griekse? Ook van het Griekse proberen we wat te doen. Het zit vanavond niet in ons programma, maar vanavond hebben we er echt alleen maar de Slavische kant, zeg maar. Dus dat gaat, u zult verrast zijn hoe mooi dat wordt. Ja, ik zal heel erg verrast zijn, maar die muziek is mij niet heel onbekend. Ik weet ook dat bijvoorbeeld de melodieën zijn vaak anders in iedere ding, maar de taal is hetzelfde. Ja. Dat is het kerkslavisch. Ja, dat klopt. En wij proberen dat heel erg goed te doen. We hebben ook, voordat wij onze liederen gaan instuderen, laten we dat eerst toetsen door twee Russische dames. En of wij de uitspraken allemaal wel goed hebben. En als dat niet goed is, ja, dan moet het verder ingestudeerd worden. Dus dat zit wel goed. U bent niet onbekend met de dirigent Christo Iljev? Ik ben daar niet onbekend mee. Dat is onze dirigent. En die weet dus, dat is een Bulgaar. Mm-hmm. En we hebben dus nummers die dus door Dobre Christof zijn gecomponeerd. Ja. Die worden op zijn Bulgaars uitgesproken. Mm-hmm. En de andere worden op zijn Russisch uitgesproken. Is dat bij jullie ook het geval? Ja, maar u zult vanavond oorspronkelijk eigenlijk alleen maar het Russische gedeelte horen. Bortnianski. Meneer Bortnianski onder andere. Bedankt voor dit gesprek en ik ben benieuwd naar het concert.
Vrede.